En weer een goede morgen op deze zaterdagochtend om 10:55. Ik lag wel lekker in mijn bed eigenlijk. Dus ik denk, ik ga er niet uit. Blijf lekker liggen, ik heb geen haast. En laat me opschieten. Waarom? Weet ik niet. Wat gaan we doen vandaag? Geen moer. Ik geloof me 3 boodschappen nodig of zo. Bullshit. En ik moet even tanken en ik moet even naar de postbank of postbank naar de ing. Ah, kutlicht. En raar weer weer. Zonregen, zonregen. Sedonia! Hoi. Morgen. Morgen. Ron en Mio zijn net weg. Die gaan la voetballen in Valkenburg. Wil je ook mee? Ik ook mee. Wat moet je daar nou doen? Kijken naar die andere wedstrijd. Zit in de MC1 speelt vandaag. Ja. Ja, laat maar. Dus. Ja, verder weet ik niet. Ik wil mijn nagels doen. Ja, die ik ook al heb gedaan. Ja, het ziet er niet uit. De mijne zijn echt kaal en ze gaan weer groeien, dus ik kan er weer wat mee doen. Ik wil even een zonnebank. Want nee, ik heb geen pijn, maar ik heb daar even zin in. Mag ik jouw nagels doen? Nee. Jongkart. Dus, hebben we geslapen vannacht? Nee. Ah, ja. Vertel eens wat nieuws. Hè? Nee, het gaat wel. Maar ik ga wel opschieten, want dan ben ik weer veilig thuis en dan... Oké, tot zo. Ja, doei dag. Dus, ik ga op pad. Ga je mee? We hebben weer wat makkelijks aan. Nike's aan en go. Nou, ik ben onderweg een boodschap wat ik wil doen. We gaan weer heen. Oké, we horen het ook. Dus ik hier. We zien weer. Zo. Nou, we zijn net klaar met boodschappen doen. En we gaan nou eerst even tanken. En daarna gaan we naar huis. En dat is nog steeds moe, hè? Ik weet het ook niet. En we zijn weer thuis met de boodschappen. En hoe fucked up is het dat KPN een landelijke storing heeft? Dus we hebben nou geen telefoon, alleen een... Geen internet, en dat is gewoon het ergste, want ik heb echt een hoop te doen. Op je computer. Op mijn computer, en dan dus... En ik kan niet van mijn telefoon. Een beetje zagrijnig. Dat hadden ze ook op de radio verteld dat KPN storing had. Maar goed, ik heb mijn boodschappen en... Ik ga even mijn dingen doen. Ik heb een pakje op een Facebookje. Nou... Storing. En we gaan maar even proberen te eten. En nee, we hebben nog geen internet! Lekker, er is een aardbei. Ja. Ik denk, kom, we gaan tijdens het schoonmaken van mijn hondzalderij maar gewoon even vloggen. Vind je het leuk om te zien om mij te schillen? Nee, totaal niet boeiend. Ik werd wel gevraagd, hoe gaat het nou met je? Nou, vorige week moet ik zeggen dat het wel redelijk gaat. Ik heb weer energie.
En ja, die wordt gebruikt. Misschien heel stom. Maar ik ben geen type die je op de bank kan binden en zeggen van kom, ga lekker tv kijken met een bakje thee. Nee. Ik moet altijd wat te doen hebben. Al zit ik maar achter de computer of wat dan ook. Als ik maar bezig ben of aan het werk ben. Maar goed, het gaat wel met zijn ups en zijn downs. En ja. Strubbelen voort, hè? Dus. Naomi heeft inmiddels de eerste middelbare schoolweek erop zitten. Spannend, joh. Zowel voor haar als voor mij. Ik vind het echt heel spannend. Ik vond het heel spannend. Ze hebben het onwijs naar haar zin. En ze heeft al zo'n beetje vriendinnen en zo. En ze had al een lover. Maar die heeft ze van de week aan de kant gezet. Ze zegt, nee, ze zegt, er stond niks van mijn man nog. Ze zegt, ik wil lekker mijn eigen dingetjes doen. En dan bleef ik elke keer appen en zo. Maar daar werd ze gek van. Dus. En Rachel gaat het ook goed. Die is een traject gestart bij Play for Kids of zo. Gaat ze elke woensdagmiddag gaat ze vanuit school naar het ADO-stadion. En daar krijgt ze training, begeleiding. Om een beetje sterker uit de verf te kunnen komen, zeg maar. En ze zag het eerst in eerste instantie helemaal niet zitten. Mam, ik heb er geen zin in. En ik zei, je moet, je hebt geen keus. En Mio krijgt tenslotte ook begeleiding, dus waarom Rachel niet? Ja, toch? Maar ze heeft het super naar de zin gehad. Echt super naar de zin gehad. En ze was heel erg blij dat we het toch wel gedaan hadden. Dus papa blij, mama blij, ik blij, kind blij. Dus veel te doen. En ik was natuurlijk jarig van de week. En toen heb ik niet echt gevierd, ja, met mijn gezinnetje. En ik heb gewoon een heerlijk dagje gehad. Ik heb een lekker luchtje gehad. Nou, het heeft gelezen. Ik heb een paar schoenen gehad. En nu op naar Rachel de verjaardag. Die is aanstaande vrijdagjarig. En dat vieren we zaterdag. Dus ik heb er zin in. Ja. Dus zo te doen. Nou, ik ga even verder, maar jullie zijn een beetje op de hoogte. Dinnertime. Nou, we zijn net klaar met eten. We zitten lekker aan het ijsje. En dadelijk. Ja, zo'n. Hoe heet dat ook weer? Wafelijsje. Ja, wafelijsjes. Er zitten wafeltjes aan en dan gewoon ijs. Albert Heijn, super lekker. Albert Heijn, heel goedkoop. Ik zal het gaan halen. Het zijn lekker. Wel lekker. Ja. Je hebt ook een andere kleur, hè? Nee, ja, drie kleuren, dat vind ik niet lekker. Ik vind deze lekkerder. Mm-hmm. Maar dit is alleen voor kraan. Ja. Dus wij gaan even ver. En ons essie. Dan gaan we verder. Zo, wat er was al zei, we eten een ijsje. Een beetje daar. Nou, ik heb niet veel gedaan vandaag. Hè? Ik wil nog naar het zomerfestival. Het is hier in Ippenburg. Het is daar achter ergens of zo. Maar dat is tot vanavond. Dus misschien kan ik daar vanavond nog even kijken. Wat? Niet? Oh, je bent er niet natuurlijk. Mm-hmm. Ik was er gewoon gaan weer Pokémon Go doen. Wat je ging. Dus, en ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Ik heb Liesje mijn haar wassen. Je gaat gezellig lekker mee, man. Nee, ik ga niet mee. Je gaat mee. Nee, ik ga niet mee naar Kamer. Nee, 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 nee. Nee, is het koud. Dus. Voor jou wel, ja. Voor ons niet. Ik moet vanavond nog doen. Dus, maar goed, ik ga mijn ijsje verbeteren. Zo, doos make-up los. Lekker een warme douche gehad. Mijn haar is gewassen. Top. Rondje en Ras zijn lekker duin. Ik wil nog heel eventjes langs iemand gaan, maar ik denk dat ik maar gewoon mijn bed in ga. Ja. Morgen ga ik snel wat boodschapjes doen, lunchen naar mijn broer. Ja, en daar heb ik zin in. Daar heb ik echt zin in. Dus ik hoop op een redelijke nacht. En dan... morgen weer vloggen. Ik
volle kinderen boven komen. Niezend en al. Hallo? Hi. Mag ik mijn telefoon? Het is 7:30 geweest. Ja, zo. Oké. Okay. Ik wil er niet op staan. Wil je er niet op staan? Ik zie er niet even. Je hebt wel gewonnen, hè? Ja, ik heb gewonnen, ja. Hoeveel? 7-0. Ten? Ja. Oké. Okay. Hé, hey, maar ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doei. Tot morgen. Doei.